Ik ben Mats van Skaydays en ik ga jullie vandaag de Nokia Ply 180 uitleggen. Bij een Nokia Ply 180 zet je één voet op de grond, spring je daarna met een halve draai terug op je board. Voor deze trick heb je niet per se een andere trick nodig. Het is wel handig als je een beetje switch kan rijden. Ik ga deze trick in 5 stappen uitleggen. Als eerste ga ik jullie de voetpositie uitleggen. Daarna gaan we afstappen. Dan doen we de beweging eerst stilstaand. Daarna gaan we dit rijdend proberen. En tot slot gaan we de landing oefenen en het doorrijden van deze trick. Laten we beginnen. We beginnen bij stap 1, voetpositie. Je hak zet je goed over de rand, zodat je hem goed kan begeleiden bij deze trick. Forced foot maakt niet zo uit waar je hem neerzet. Die hou je er zo meteen toch weer vanaf. Ik zet hem meestal hier neer. Nu we eindelijk goed staan, ga ik jullie leren hoe je moet afstappen met je voorste voet. Het is even wennen, want normaal gesproken laat je je voorste voet altijd op het skateboard staan. Met je voorste voet hinkel je van het skateboard af naar achteren toe. Probeer niet te veel op je til te duwen, maar hou je skateboard met 4 wielen op de grond. Wanneer je met je voorste voet afstapt, zorg je dat je hem een kwartslag draait, zodat je tenen altijd naar voren wijzen. Oefen dit een paar keer achter elkaar. Je voorste voet staat nu op de grond. Ga met onze achterste voet het skateboard laten draaien. Met je achterste voet begeleid je het skateboard waar die naartoe moet. Met je tenen maak je een kleine popbeweging. Dit noemen we de scoop. Wanneer je je skateboard goed kan meenemen met je achterste voet, kunnen we het rijdend gaan proberen. Bij het rijden is het belangrijk dat je schouders goed meedraaien. Wanneer je van het skateboard afstapt, is het belangrijk dat je schouders een kwartslag gedraaid zijn. Vervolgens ga je scoopen en draait je skateboard mee. Zorg ervoor dat je voet in contact blijft met het skateboard en maak je halve draai af. We zijn er bijna. We moeten nu nog terug op het skateboard springen, zodat we rustig kunnen doorrijden. Terug op je skateboard springen is wat lastiger, want nu sta je switch. Zorg dat je schouders helemaal zijn meegedraaid, zodat je netjes op de schroefjes landt. De kunst van de Nokia Ply 180 zit vooral in je achterste voet. Je achterste voet bepaalt hoe goed je skateboard meedraait. De scoopbeweging kan je niet vaak genoeg oefenen. Hoe meer pop, hoe meer stees. Vond je dit nou een leuke video? Ik wel. Like en subscribe, reageer voor algoritme en volg ons op social media.